Die auto kwam in het bezit van een vriend van mij. En ik heb eigenlijk direct zoiets gehad van die auto wordt ooit de mijne. In 2005 heb ik de auto uiteindelijk kunnen kopen. En het is de enige auto die langer dan 2 jaar bij mij in bezit is. De meeste die gaan na een half jaartje alweer de deur uit. Maar deze Giulia die is een blijver voor altijd.